Hoi, ik ben Rianne. En ik ben Dio. En wat leuk dat jullie kijken naar de Hij Zij Special. Wie heeft van nature de beste stijl? Wat zeg jij? Ja, maar jij sowieso. Ja. Omdat ik gewoon weet dat hij een betere stijl heeft dan ik. Omdat mijn stijl namelijk niet top is. Ja, helemaal niet waar, joh. Dat is wel een hartstikke goede stijl. Ja, waarom zij? Ik vind dat ze er gewoon altijd hartstikke goed uitziet. En het misschien ook wel een beetje gek is om over jezelf te zeggen dat je een betere stijl hebt. Wie was vandaag het meest fotogeniek? Zo is al zij. Bij jou ging het veel sneller. Nee, maar jij... Ja. Nee, ja, maar dat maakt niet uit. Want dat, het is gewoon een geaccepteerd feit dat ik gewoon niet fotogeniek ben. Dus ze doen het gewoon voor mijn karakter. Wie zou de ander sneller ongevraagd stijladvies geven? Ik denk ik. Ik ga daar maar mee, omdat ze dat denkt van zichzelf. Ik zou het niet echt doen. Maar ik denk, als ik zie jou gewoon niet echt tegen mij zeggen... Oh, ik zou even andere schoenen aan doen. Nee. Wie heeft de meeste kleding in zijn kast hangen met prijskaartje eraan? Ik denk jij. Op dit moment heb ik niks in mijn kast hangen trouwens. Ik ben aan het verhuizen. Je? Aha. Ligt in dozen. Dus jij! Nee, ik heb niet zoveel items met prijskaartje. Ik denk echt maar 6, 7 of zo. Ik denk dat jij er normaal wel meer zou hebben. Normaal meer. Maar dat is sowieso met vrouwen dus, over het algemeen wel meer kleding. Wie is het meest bezig met sustainable kleding? Ik denk dat je dat oprecht, dat je daar echt gewoon op focust bij elke aankoop die je doet. Bij mezelf moet ik er nog echt wel aan wennen om daar standaard over na te denken. Ja, precies. Ik probeer zo weinig mogelijk leren en ik probeer eigenlijk zo weinig mogelijk te kopen. Ja, precies. Nou, sowieso hij. Ja. Wie heeft de ander voor vandaag stiekem nog extra gegoogeld? Heb jij dat gedaan? Ik heb dat niet gedaan. Ik ook niet. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb wel nog even op je Instagram gekeken. En? Nou, gewoon even gekeken. Het was een hele leuke, experimentele, creatieve, vooral heel grappig, bijzondere shoot, vond ik. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Er was veel vertrouwen voor nodig. Dit had je niet kunnen doen als je de ander niet vertrouwde. Nee, dus je kan het alleen maar weten als je het nummer koopt. En dan kan je ook zien hoe lenig wij eigenlijk echt zijn. Heel lenig. Oh!